dat over de hele dag heen wel constant hebben kunnen rijden weer. En ja, finale moet je altijd doen, hè. Ja, en toch is het weer voor mij een beetje de kat uit de boom kijken en dan pas toeslaan. Ja, ik denk als je gewoon niet je rust bewaart, dan red je het gewoon niet. En op het juiste moment toeslaan, dan net wat je zegt, dan is denk ik dat je de meeste punten kunt pakken. Is het dan de concentratie van de rest of is het dan de focus van jou? Ja, ik praat er niet altijd over mijn eigen positiviteit, maar ik denk wel dat het de focus van mezelf is. Ik denk als je dat niet op kunt brengen, denk ik dat je dit niet kunt behalen, denk ik. Kun je ons meenemen naar de finale, hoe jij dat hebt gezien? Van start afgaand, ik denk als vierde, vijfde de bocht in, omdat je toch vanuit binnenkant moest starten, aan kunnen sluiten bij Marco Rauwe en bij Galekop. Hun lijnen kunnen bekijken, de ronde daarna. En kunnen kijken van welke plek ik de aanvaltje kan gaan inzetten. Net zo lang gewacht, niet eerst eventjes je neus een keer laten zien, want dan weet ik dat sommige rijders alleen maar verdedigende lijn gaan rijden. Dus ja goed, wachten tot het juiste moment en dan er voorbij prikken. En dan komt er twee keer toe en komen we onze tweede overwinning behalen. Dan is het even geconcentreerd blijven, je eigen focus. Merk je dan dat ze dichterbij komen of dat je juist een gat hebt geslagen? Ja, dat zie je niet. Ik heb geen spiegel in de auto, dus ik kan niet zien wat er achter mij gebeurt. Dus je probeert wel een verdedigende lijn te rijden en gewoon je eigen tempo vast te houden. Want je wist gewoon dat je met je eigen tempo er ook voorbij kon. Dus ja, goed, dat is altijd een punt. Als je kijkt naar jouw band en bijvoorbeeld naar de nummer 2, dat zijn totaal twee verschillende banden. Ja, dat denk ik wel. Ik denk natuurlijk ook waar een coureur zichzelf goed bij voelt. Ik bedoel, we hebben vandaag twee setjes banden getest, geprobeerd. Waar we een goed gevoel bij hadden. En deze pakte ik de tweede serie de winst mee. En dan zeiden we, in de finale brengen ze toch al het rullen naar binnen. Dus ja, goed. En dan is zo'n inmiddelband in mijn ogen de beste optie. Qua kampioenschap heb je al een schrap te pakken naar het zandbaan in Gersloot. Geeft wel vertrouwen, denk ik. Ja, dit geeft zeker vertrouwen. Ook, ook gewoon het materieel. En ja, na Gersloot was het een beste domper, omdat het gewoon een grote kostenpost geworden was om weer aan de stad te komen in Rosmalen. En niet alleen de auto, maar ook fysiek. En dat ging vandaag ook weer prima. Dus ik denk dat een mooi vooruitzicht is voor de komende wedstrijden in Gendringen.